Hoe word ik een DJ? Tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen DJ is. De festivals schieten de grond uit en zijn gevuld met tientallen bekende namen. Dat is ook wel logisch, want de bekende top-DJ's van de wereld komen, jawel, uit Nederland. Voor tips en hoe ik nou eigenlijk zelf DJ kan worden en zijn verhaal ga ik langs bij Arthur Snippen, oftewel DJ Art Inc. Nou, wanneer dacht jij, ik wil DJ worden? Dat is heel lang geleden hoor. Ik was 14. En toen zag ik Chesto op filmpjes en zo. Toen dacht ik, ja, dat is vet, dit wil ik ook. En ik was al daarvoor al begonnen met muziek aan het maken. Dus vanaf mijn 11 al. En wat voor muziek dan? Gewoon... Van alles. Verschillende soorten muziek, ik weet niet eens meer wat. Dat is al zo lang geleden. Maar dat was meer zo'n voor de lol programma. En later is het allemaal uitgegroeid tot wat serieuzer. Als je een DJ wil zijn, dan hoort er natuurlijk ook een artiestennaam bij. Ja, en hoe kwam jij bij jouw artiestennaam? Nou, ik heet natuurlijk Arthur. Arthur, ja. En ja, ik was vroeger fan van Milk Inc. Oké. Dus ik heb het een beetje gejat eigenlijk, dus nu heet ik Art Inc. Make some noise for DJ Art Inc! En je spullen, hoe kom je hier allemaal aan? Want we staan hier voor een tafel. Dat heb ik allemaal bij elkaar gejat. Nee, ja. Dit is allemaal gekocht inderdaad. Dit heb ik allemaal tweedehands. Ik ben ooit begonnen met een kleiner setje, wat goedkoper. En dit is echt de crème de la crème, zeg maar, qua DJ-spul. Dit gebruiken grote namen ook al. Precies, dat zet ik overal in de clubs en zo. En, langzamerhand heb ik dit allemaal tweedehands gekocht. Dus eerst één speler, vervolgens de tweede en later nog een keer de mixer. Hoe heb je dit geleerd, waar elke knop voor is? Ik ben ooit begonnen, heel lang geleden, nog op mijn oude setje met YouTube video's kijken van hoe werkt het. En langzamerhand dat geleerd en ook naar DJ's gekeken van hoe doen ze dit nou? Of bijvoorbeeld op het scratchen, hoe werkt dat nou? Dat kan ik nog steeds niet, maar... Wat is dat dan? Zo. Als je bijvoorbeeld een... dit. Non. Maar er zijn dus DJ's die maken er hele sport van om dat op een beat te doen en... Okay. Helemaal moeilijk en dat wil ik nog heel graag leren. Oké, en hoe kom je nou bij je boekjes? Want je gaat nu wel natuurlijk ook laten zien wat je kan. Mm-hmm. En daarvoor moet je geboekt worden. En hoe, ja. Hoe gebeurt dat? Nou, in eerste instantie ben ik zelf via wisten mensen van, die jongen is DJ, kan die niet bij ons buurtfeest draaien of bij ons schoolfeest. Dus het begint gewoon in je omgeving. Precies, via vriendendienstjes, dat soort dingen. Mm-hmm. En op een gegeven moment, naarmate ik steeds meer muziek maakte, begon het op te vallen en kwamen ook ineens club-eigenaren of van die organisatoren van feestjes kwamen naar me toe van vind je muziek tof, kan je niet een keer komen draaien? Hm. En wat je dus eigenlijk hoort is, in de club hoor je zeg maar het ene liedje spelen en de DJ luistert dan op zijn koptelefoon. En die hoort al het volgende. Dus wat jij nu hoort is dit liedje als het goed is. Ja. En dan hoort het een beetje meer door. Dan zou die ongeveer goed moeten lopen. Ik werk nu samen met een boekingskantoor, So Different Bookings. En die gaan voor mij nu alle boekingen regelen. Die zijn al druk bezig met festivaletjes. Okay. En komend weekend sta ik in Georgië. Dus dat is al heel vet. Daar heb ik heel veel zin in. En allemaal voor je geregeld. Ja. Dus, sowieso. Ja. Wat zien? Yo, het is nu 9:45. En vandaag vlieg ik naar Georgië voor mijn boeking. Ik ben nog bezig met de laatste voorbereidingen. Yo, we zitten nu in Istanbul. Zou wel doen, met de squad. What? Yo, hey there guys, I'm in Tbilisi right now. Wat vinden je ouders ervan dat je DJ bent?
Vroeger kreeg ik heel vaak de reactie naar mijn hoofd van ga nou eens normaal werk zoeken. Maar nu is het wel van ja, oké, dit is het ding, hij kan dit goed en mensen vinden kennelijk ook dat hij het leuk doet, dus ga daarvoor. Want verdien je er dan wel wat mee? Is het wel, kan je het wel echt je werk noemen? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik vind het nog steeds een soort uit de hand gelopen hobby, maar langzaam maar zeker wordt het wel steeds meer business. Dus let je eigenlijk veel op wat er op dit moment populair is? Ja, zeker met draaien, omdat je ik merk dat als je in een zaal staat en iedereen wil iets horen en jij gaat iets heel anders doen, dan de mensen over. Ja. En nu? Weet ik niet, wat wil je erbij? Het is immers jouw liedje, dus je mag verzinnen waar je erbij wil. Vroeger ging, als je een DJ was, dan ging je met je cd'tje, ging je langs bij mensen om te laten zien van, oh, dit is mijn muziek, even luisteren, weet je het wat. Maar nu gaat dat via Spotify, via SoundCloud. Ja, hoe moet ik dat zien? Ja, ik werk veel met SoundCloud inderdaad. Mm-hmm. En de nummers die uitgebracht zijn bij platenmaatschappijen, die staan ook op Spotify, iTunes, whatever. Die kan je gewoon overal vandaan halen eigenlijk. Wat is nou de gouden tip om DJ te worden? Oké. Nou, het is natuurlijk belangrijk dat je of apparatuur hebt of iets anders waarmee je kan. Je hebt tegenwoordig heel veel computerprogramma's zoals Virtual DJ. Waarmee je ook zeg maar dit kan doen, maar dan met je muis eigenlijk. Ik zou gewoon beginnen met iets goedkoops, eventueel een controlletje waarmee je die je op computer aan kan sluiten en daarmee aan de gang kan. Omdat er veel goedkopere versies zijn waar je ook mee overweg zou kunnen. Een fout die heel veel mensen maken is dat een DJ en een producer hetzelfde zijn. Mm-hmm. Dus een DJ maakt muziek, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want een DJ doet eigenlijk één liedje naar een ander liedje draaien en weer verder. Dus nog weer naar een ander liedje en zo maakt hij een heel feest eigenlijk, zeg maar. Maar de producer is degene die dus de muziek maakt op de computer. En heel veel DJ's zijn ook producers. Dus het is eigenlijk een soort wisselwerking waardoor het logisch is dat heel veel mensen dat denken. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn het dus twee verschillende dingen. Want als producer doe je thuis. Ja. En DJ doe je op stage. Precies. We kunnen ook een ander geluidje van maken. We hebben een liedje gemaakt, speciaal voor presentatrice. Ik denk de hele dag aan Louise. Dat was ons liedje. Denk je dat dit ook later je baan gaat worden? Ik hoop het wel. Nee, tot nu toe gaat het goed, dus we zien wel waar het strandt. Maar het is wel de planning, zeg maar. Dit was Shout Onderzoeks voor deze keer. Vond je hem leuk? Like hem dan. Je kunt ons natuurlijk blijven volgen op social media. Op Facebook, Twitter en Instagram. En volgende maand zijn we er weer.